gaat om het steunfonds van de Methielschool Prins Johan Friso. En dat is een fonds die 27 jaar geleden is ontstaan. Naar aanleiding van het feit dat je merkt op school dat er regelmatig ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen geen geld was wat beschikbaar gesteld werd door de overheid. De Methielschool in Haren is onlosmakelijk verbonden met dit steunfonds. Het steunfonds is voor de school onontbeerlijk. Het steunfonds bestaat al langer dan 27 jaar, maar hoe is het eigenlijk begonnen? Piet Bulthuis, secretaris van de Stichting Steunfonds, vertelt hoe het destijds begon. Juist deze vorm van onderwijs vroeg en vraagt om veel extra materialen. En dat, nogmaals, dat komt niet overeen met de beschikbare budgetten daarvoor. Ik was in die periode directeur van de Methielschool en liep daar regelmatig tegenaan. En door mijn contacten in het land merkte ik dat op andere scholen dit soort vrienden van waren opgericht. En op dat moment was ik voorzitter van de Noordelijke Stichting Vervoer Gehandicapten. Die hield op te bestaan. En de directeur en ik hebben toen weten te regelen dat het saldo wat daar overbleef, overgeheveld werd naar het steunfonds van de Methielschool. Toen ben ik op zoek gegaan naar een goede fondsenwerver. En dat is Gerard Woutsma geworden. En daarnaast een penningmeester, en dat is Hilco Ketelaar. En die was toen vader van een van onze leerlingen. En hij is registeraccountant, dus beter kun je niet hebben op gebied van financiën. Nou, met z'n vieren, de oud-directeur van de stichting werd voorzitter. Nou, helaas is die een aantal jaar geleden overleden. En hebben wij besloten om toch gewoon met z'n drieën verder te gaan. Maar er is meer voor nodig dan het oprichten van de stichting voor de school. Anders gezegd, waaruit bestaan de werkzaamheden van deze stichting? Ons werk bestaat gewoon in opdracht eigenlijk van de school. En de school die stuurt een wensenlijstje in. En wij kijken van wat we daarmee mee kunnen. En welke fondsen wij daar eventueel voor kunnen aanschrijven. Nou, als het gaat om kinderen met een handicap. En in sommige gevallen juist om kinderen met een lichamelijk handicap. Ja, dan schrijf je zo'n fonds aan en je legt uit wat de bedoeling is. 27 jaar in bijna dezelfde samenstelling. Dat is niet niks. Kunt u een aantal voorbeelden van de resultaten uit het verleden geven? In het verleden, in het begin van onze steunfondsperiode, kwam net het hele ICT-gebeuren in opkomst. Nou, daar was de overheid helemaal niet op berekend, zeker niet voor onze doelgroep. Want dat betekende heel veel speciaal apparatuur. Denk ook aan allerlei aangepaste apparatuur. Want ja, als je twee handen hebt, kun je rustig je toetsenbord bedienen. Maar lukt dat niet, dan moet je toch een alternatief zien te vinden. Nou, in die periode hebben we daar heel veel van dat materiaal voor binnen kunnen krijgen. En daarnaast voor muziektherapie, ondersteuning bij de fysiotherapie, aangepaste fietsen, rolstoelen, tilliften, nou, noem maar op, zo'n hele scala aan artikelen die dus niet onder het normale budget te verkrijgen waren, konden we op deze manier aanschaffen. In 2012 werd de Methielschool het goede doel van de 4 mijl in Groningen. Een onderdeel van die acties die wij gehad hebben, op een gegeven moment was de behoefte aan een schoolbus. We zitten in Haren. En nou, een bekende voorbeeld is van je wil met een groepje naar de winkels. Dat was altijd moeilijk te organiseren. Of je moest iets huren. Dat kostte ook een hoop geld. Dus we zijn er op een gegeven moment in geslaagd om geld bij elkaar te krijgen voor een tweedehands aangepaste rolstoelbus. Tot 2012. In Groningen de zogenaamde 4 mijl. Ieder jaar wordt gelopen. En ook ieder jaar wordt er een goed doel aan vastgekoppeld voor extra opbrengsten. En toen mochten wij dat goede doel zijn. Dus toen werd er gelopen ten behoeve van een nieuwe aangepaste rolstoelbus. Dat is gelukt. Opbrengst was een kleine ton. En daarvan konden wij dus zo'n volledig aangepast rolstoelbus aanschaffen. Het zorgde voor een enorme saamhorigheid. En daardoor voor een prachtig resultaat.
Zonder het steunfonds hadden we niet meegedaan. Zonder de toezegging van de 4-mijl-organisatie was wat we hebben gedaan niet gelukt. En die rijdt nog steeds. En inmiddels hebben we de afgelopen maanden datzelfde kunnen doen voor onze locatie in Emmen. Waar dus ook een aangepaste rolstoelbus nu rondrijdt. Een ander project uit het verleden was de behoefte aan een nieuwe snoezelruimte. Snoezelen is een samentrekking van de woorden snuffelen en doezelen. Deze ruimte is voor leerlingen met een meervoudige beperking. In een ontspannen situatie kunnen ze nieuwe ervaringen opdoen. Vaak kunnen deze leerlingen armen en of benen nauwelijks bewegen. In de snoezelruimte wordt geprobeerd om bij hen alle zintuigen te stimuleren, vaak met een groeiend resultaat. Een ruimte met name voor meervoudige gehandicapte kinderen die daarin op een hele mooie manier kunnen ontspannen of met een groep of onder begeleiding van therapeuten. En daarvoor zijn we nu ook bezig in Emmen om ook zo'n ruimte te creëren. Er is ruim 2 jaar gewerkt aan het binnenhalen van het geld voor een aangepaste speelomgeving voor de Mithielschool. Wat was het doel en waar was dat voor nodig? 3 jaar geleden ongeveer waren er een aantal kinderen, met name kinderen uit de bovenbouwgroepen, die aangaven van we hebben te weinig speelmogelijkheden buiten. Juffrouw, wil je er wat aan doen? En die bedachten van alles zelf ook al. Dus we zijn begonnen met allerlei materialen te verzamelen om buiten mee te spelen. Dat bleek niet genoeg en toen moesten we nieuwe plannen gaan maken met hen samen. En dat hebben we gedaan. Dan komt natuurlijk het financiële gedeelte om de hoek. Ik kan me voorstellen dat soms een schoolbestuur daarin stapt. Dat is wel moeilijk, daar is weinig geld voor. Dat blijkt steeds weer. Maar gelukkig heeft de Mithielschool, de vrienden van de Mithielschool, het steunfonds. En die doen ontzettend veel voor de school. En die hebben ons nu ook weer geholpen om het hele bedrag bij elkaar te krijgen. En het is ontzettend duur, geloof dat maar. Want dit soort speciale materialen, daar betaal je ook voor. In ieder geval actie voeren. Ook de buurt erbij te betrekken. Dat was een hele goede zaak. Want daarmee kwam de gemeente Haren ook in beeld. Ook met geld. En zo'n proces duurt wel 2 jaar voordat het afgerond is vandaag. Vandaag is het afgerond. Het ging ook om een hoog bedrag om alles gerealiseerd te krijgen. En dat is ons gelukt via allerlei fondsen die daar toch geld voor beschikbaar gesteld hebben. Ook de gemeente Haren die daar geld voor beschikbaar gesteld hebben. De kinderen vinden het speelplein fantastisch. Het is zo ontzettend leuk om onze kinderen van school, maar ook de kinderen uit de buurt. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Kina, iemand uit de buurt, die heeft ook heel goed kunnen verwoorden van hoe belangrijk een goede speelvoorziening ook voor de buurtkinderen is. En daardoor is er gewoon extra veel geld gekomen. Ook van bedrijven die hier in de buurt aan het bouwen zijn. Die ook zien dat dit echt een meerwaarde aan de buurt geeft. En daar hebben we toch ruim 80.000 euro voor weten te krijgen. Alle speeltoestellen zijn ook te gebruiken door kinderen in een rolstoel, kinderen die slecht lopen. Dus iedereen kan daarvan genieten, van klein tot groot. En dat is een beetje een hoogtepuntje van onze activiteiten tot nu toe. En we zijn daar als steunfonds zeker heel trots op. Uit de afgelopen beelden heeft u kunnen opmaken dat de Stichting Steunfonds Mithielschool Prins Johan Frieso steeds opnieuw wordt ingezet als extra gelden nodig zijn. Zij zorgen voor een groot deel van de coördinatie, waardoor de gevraagde mogelijkheden voor deze groep leerlingen gerealiseerd kunnen worden. Terwijl dit via de reguliere onderwijsgelden niet bekostigd kan worden. Maar ze komen er dus toch. De Stichting Steunfonds Mithielschool Prins Johan Frieso is er voor de goede zaak. Wilt u ons voor de toekomst ook steunen? We zijn u zeer dankbaar. De Stichting Steunfonds Mithielschool Prins Johan Frieso